Hoi, deze nieuwsuitzending, hartstikke leuk. Ik ben toch gestopt met alcohol drinken en wiet roken. Dat is spannend, jongen. Je maakt wat mee. Ik zit nou aan de vijftig dagen theeverslaving. Ik neem nog een stokje thee, hoor. Ik jakker er wel wat liter thee doorheen op een dag, moet ik zeggen. Ja, je moet er wat, hè, je ik denk van kom, dan ben ik even met iets bezig denk ik, ja, ik heb er alweer genoeg van. Hè? Oh, dan ga ik even, een keer thee, even thee zetten. Maar ja. nou, dat is toch niet erg, toch? Ja, maar als je niet van die hele sterke thee, hoor, want dan kan je toch wel uh, problemen mee krijgen. Ja, je gebruik één zakje en dan uh, doe ik uh, er twee, drie potten mee hoor. Dus uh, geen sterke thee, nou, water. Dan moet je wel heel vaak plassen. Maar... Ik denk dat van het bier moet je natuurlijk ook plassen. Maar... Dan dronk je toch 3 liter bier op een dag, zo'n beetje. Maar die thee. Ik denk wel dat ik 5 liter thee op een dag drink. 4 liter. Ja. Hakt erin hoor, zo'n theeverslaving. <laughs> Ja, het gaat allemaal lekker. Dus, uh, s morgens word ik wakker en denk hm, ik, ik wel wat eten. Zo. En dan met een lunch, uh, joh, lekker, uh, dan maak ik wat lekkers voor mijn eigen. Zo. En de avondeten doe ik ook. Soms boterhammetje hoor, niet te moeilijk. Afgelopen uh, vrijdag is mijn dochter hier geweest. Hebben we samen gekookt. Zo. Dat is hartstikke gezellig. En vandaag heb ik het... Uh, ik had er zo, we hadden zoveel gekookt. Dat ik heb daar nog twee dagen van gegeten. Vandaag het laatste beetje opgegeten. Lekker man, een linse met. Kerry, uh, komijnmeuk, nee. Elrashanoet. Ik kende dat spul niet eens, maar een of andere Marokkaanse. Dat, ja, er zit veel komijn zit erin. Dat, dat raak je gelijk. Dat is komijn met van alles. Een stevige dosis uh, cayennepeper erin. Ja, yeah, een hele hoop knoflook. Lekker hoor. Ja, gaat allemaal prima, joh. En het leuke is, in deze week, is waarom het om zo geinig gaat. Ik, uh, ik ben dus nu in de race voor een baan. <laughs> mijn bedrijf heb ik dus uh, gewoon getermineerd. Maar ik ben er echt klaar mee. Uh, geen zin meer in. Uh, de concurrentie uh, die zit niet stil. Dat vind ik ook heel uh, praktisch uh, gesproken, heel logisch zo. Dat is zo. Geen enkel probleem. Iedereen zit nou lekker uh, de internetboer uit te hangen met een smartpad of zo. Zo'n smartphone of zo. Ik heb niet eens een smartphone, man. Ik heb gewoon zo'n Nokia, gewoon bellen en sms'en en het hele smart gebeuren. Pff, man. Ja, ja. Yeah. Ik vind, ik vind het logisch hoor dat het komt, daar vind ik helemaal geen moeite mee. Om nou dat de smartphone business in te stappen. Ik vond het al een hele prestatie van mij dat ik dat HTML eh, kon doen. En HTML werkt ook op een smartphone hoor. Dus in die zin ben ik niet uh, out of business of zo. Maar ja, van die leuke appjes, en, dat, dat zie ik allemaal wel voorbij komen. Dat was ook zo'n klant van mij. Die aan mij zei van, ja, yeah. ik was bij een ander bedrijf en die hebben ook zo'n handig pakket, wat jij dan ook hebt. Maar die hebben dan, dat is op de smartphone, dan kregen ze zo'n berichtje binnen van een factuur van een leverancier. En dan uh, komt zo die factuur in beeld en dan kan je zo erin uh, scrollen en dan denk je, oh ja, die factuur van die leverancier. En dan zeg je akkoord en dan, uh, dan wordt die geboekt in je systeem en gelijk ga je naar iDeal en dan kan je hem betalen. Dat was wel heel makkelijk vond ik dat. Kan dat ook bij jou? Waarop ik dacht van, nou, um, um, uh, ja, het kan natuurlijk wel. Ja. Maar wie gaat dat betalen? Oh, Zo'n geintje dat, dat kost me. Je denkt toch niet dat ik dat ga maken in een ochtend of zo? Tuurlijk niet, man. Alleen al om uit te puzzelen hoe dat ongeveer werkt en met welke partijen je samen moet gaan werken en... Oh man, houd erop. Gaat er weer. Zoiets dat kost me misschien wel drie maanden. Ja. En wie gaat dat betalen? Kijk, een firma als Exact, hè, dat is dan een concurrent van mij, ja, die, die, die slaat dat om over hun duizenden klanten. Ja, die kunnen dat makkelijk dokken. Die trekken zo'n blik programmeurs open, van die jongetjes die nog een beetje puistjes hebben, die zijn net klaar op het hbo. En wat kosten die gozertjes in de maand, helemaal niks. Hè? Nou, we zijn niet meer gozertjes, maar jongens en meisjes dan, hè. Een paar stagiaires erbij. Ja, dat, uh, die, die, die trekken dat wel. Maar ik nog een keer? Ik ga er weer. Maar ja, dan moet ik wat anders. Hè? En ik ga wel lekker door met programmeren. Dat, absoluut. Dat, uh... Ga ik het er wel een keer over hebben? Waar ik, wat ik dan eigenlijk aan het doen ben? Dat overstijgt een beetje dat gedoe met smartphones en iPads en al die dingen. Een beetje iets verder dan dat. Ja. Meer in de basis van wat is taal en wat is dus een computertaal. En wat is dus een computerprogramma. Maar dat doe ik dan lekker in mijn vrije tijd. En ik ben al nou officieel in de, in de Red Race, want ik heb drie sollicitaties de deur uit gedaan. Helemaal in overleg met. Uh, Gemeente Arnhem. Dus een leuke loopbaanbegeleider of weet je iemand? Werkconsulenten. Aardige vrouw. En die heeft dus die vacatures van mij opgesnord op internet. En er zat er eentje bij waarvan zij de cijfer. Nou, en daar heb ik nog een lijntje lopen. Maar stuur jij eerst maar eens even je sollicitatie meuk, En dan kan ik altijd nog zien of ik een goed woordje voor je kan doen. Ik denk, mooi zo. Dat is toch leuk? En waarop heb ik gesolliciteerd? Nou, medewerker thuiszorg. <laughs> ik denk, dat kan ik makkelijk. Een beetje afwassen, boodschappen doen, stofzuigen. Ja, dat maakt mij geen donder uit. Ik doe dat wel hoor. En die vrouw daar, bij de gemeente Arnhem, die begreep mij helemaal. Hè? Van nou, ik, ik heb mijn hele leven gewerkt in die, in die businesswereld. Ik heb in pakken in de rondte gelopen. Wat was het dan, 2000 gulden wat ik aan had, hè? Nee, wel meer. Je schoenen, je schoenen waren 600 gulden al. Ja, een duur pak en dan is een auto die je dan rijdt. Die auto's die ik rijd, 3000 gulden in de maand of zo. Nou, nou ja, wel, ja, wel bijna. Van tjoep tjoep. En een, een auto met cruise control en dan kon de radio bedienen vanuit het stuur en alles. En een automaat natuurlijk. Een hele grote bak man. kreeg 40, 50.000 kilometer per jaar. Eh, snelheidsovertredingen, die betaalde de zaak. <laughs> Zegt toch niet dat ik dat ging betalen? Dan ben je een af. Met allemaal netjes afgetrokken van de belastingen. En een geld binnengehaald, joh. Maar ja, nou niet meer, we zijn zat. En die vrouw begreep dat heel goed. En die zei: Oh, dus jij wil part-time werken om verder te werken aan je eigen project. En ik zie hier, dat wil je gaan inzetten voor een non, op een non-profit basis. Ik zei: Ja, precies. Oh, zei ze. Nou, dan gaan we eens even kijken wat we voor jou kunnen vinden. En die zag het helemaal zitten. En mij ook hoor: 24 uur in de week, 28 uur in de week, zeg maar. 32 uur in de week vind ik ook goed. Dus het liefst geen 40 uur. Maar, maar ja, als dat moet. Dan, uh... nou, je zal het per uur worden betaald. Dus, uh... en ik neem aan dat ik meer verdien dan mijn dochter destijds in de supermarkt. Die dan 4,95 euro per uur kreeg. Nou, ze zullen mij toch wel wat meer geven. Dus ik heb al een beetje zitten rekenen. Maar ja, een tientje per uur krijgen zo. Zo 28 uur in de week, dus 280 euro in de week, netto dan hè. En dat dan is maar 4 weken in de maand, dat zit toch boven de 1000 euro in de maand. Nou, dat moet makkelijk kunnen man. En met zo'n inkomsteniveau, ja dan krijg ik nog toeslag ook op mijn huur en een toeslag op mijn ziektekostenverzekering. ...wat ik nu allemaal niet heb. Nee, eh, daar kom ik wel mee weg. Heerlijk, lijkt me dat. Lekker praktisch werk, hè? Ik heb mijn tantes ook al gebeld. Die, die, die vinden het razend interessant allemaal. Ja, hou ons op de hoogte hoe het gaat. <laughs> En mijn tante Irene, dat is de oudste zus van mijn overleden vader, die, die gaat woensdag op vakantie. Dan zei ze: Nou, maar dan heb ik op vakantie, heb ik wel de, de iPad. Heb ik mee? Of wat heeft ze dan een of andere smartphone of zo? Eén iPad. Ja. Dan moet je maar op dit e-mailadres. Uh, dan moet je me even een mailtje sturen. Als je je eerste dag gewerkt hebt. Maar zij gingen ervan uit, en mijn andere tante ook hoor. Van, ik had die brief voorgelezen. Je moet zo'n motivatiebrief. <laughs> ik weet precies hoe dat werkt. Hè? Of precies, ja, ik weet het niet precies. Maar, maar ik, ik snap het helemaal hoe dat zit. Het gaat over het positief. En dan, uh, je moet het positief openbrengen op een positieve manier waarbij je positieve dingen bedoelt. Dat is alles. Gewoon drie keer positief. Dus eigenlijk in die motivatiebrief had ik dan geschreven dat ik niet fulltime wilde werken. En toen zei ik altijd, ik was met die vrouw en die brief van het doorlezen. Ik zei: Oh, en dat moet zeker, uh, ik wil graag parttime werken. Ja, precies zei ze. N niet dat je zegt, ik wil niet als het kan, soms iets. Als het mogelijk is, wil ik niet fulltime werken. Als ze dat moet je niet zeggen. Als het mogelijk is, wil ik parttime werken. Ja, ik snap het al. Ja, en die ene zin over dat en dat, dat mag er eigenlijk ook uit. Ja, dat is goed, dat snap ik nou ook al. Ik vond het niet per se negatief wat ik schreef. Maar als je er gewoon even goed naar kijkt, even met het loepje eroverheen. Dat is wel fijn dat een ander even meekijkt. Dus alles wat maar riekte naar een kritische of negatieve of whatever ding was. Gooi er maar uit, gooi er maar uit. Niet belangrijk, niet belangrijk. Dat is niet belangrijk, doe maar weg. Ik had een CV en dat was iets meer dan een A4. Maar dan gewoon fronsen. Hè? Oh, dat is veel te lang. Het moet korter hoor. Ja, oké. Okay. Dan moest ik naar een of andere lullige website. Waar een ongelofelijke bug in zat. Maar ja, ik ben programmeur, ik was er zo achter. Ik ken het nou. Een of andere knop die deed het niet. Maar als je dan heen en weer scrolde. En eventjes die knop buiten beeld. En dan die knop weer binnen beeld scrollen. En jou ja hoor, dan deed hij het klik. En dan vijf seconden later, dan deed hij het weer niet. En dan, oké, okay, dan moest je weer omhoog scrollen, omlaag scrollen. Nou, en dan deed hij het weer, klik. <laughs> dat was best wel een hoop werk. Mijn hele ct cv ingevoerd op zo'n website. Best wel mooi trouwens hoor. Het is wel goed gedaan, behalve dat bukje wat erin zit. Maar ah, daar kom je ook wel uit. En misschien lag het aan mijn browser. Dat was heel verzorgd. Een foto gemaakt van mijn eigen... Met een glimlach natuurlijk. Ja, ik kan fotograferen. En die CV aan haar gestuurd, en die motivatiebrief helemaal verbeterd. En van haar een heel enthousiaste reactie terug: van, Oh, wat, hier word ik helemaal blij van. En oh, eh, ik wens je veel succes en ik ga voor je duimen. Hij heeft een paar dagen vrij. Ja, mijn tantes gingen ervan uit. Ja, als je het, volgende week uh, zit je met een emmer en een spons. Ben uh, je de boel aan het schoonmaken bij uh, mevrouw uh, Gernda van Meulen. Ja, ik mag het hopen. Lijkt me leuk hoor. En dan ga ik mijn moeder bellen. Oh, 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 wat zal ze verbaasd zijn. Mijn moeder is een beetje zo'n zo criticaster. Als ik dat nu ga zeggen, dan zal ze zeggen van... Nou, oh, jij hebt jouw leeftijd. Ik weet niet of ze jou, jou nou wel willen hoor. Dus dan, dan krijg ik dat te horen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Als ik mijn eerste werkdag erop heb, dan, dan bel ik mijn moeder op. <laughs> Jongen, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met je bedrijf? Ik zeg: Mam, ik heb mijn bedrijf heb ik opgegeven. Oh, hoe moet het nou verder? Ik zeg: Nou, ik heb vandaag schoongemaakt. Niet bij mijn eigen, maar bij mijn vrouw Vermeulen. Oh, Wat wil je nou doen dan? Ik zeg, nou, ik zit in de thuiszorg, mam. Ik ben medewerker thuiszorg. Nou, ja, dat kan ik toch. Ik, bedoel, ik heb tien jaar lang de huishouding gedaan, hoor. Ja, ik vond het helemaal niet leuk. Dat die, de moeder van mijn kind is een beetje een apart geval. Die, ja, die voelde zich heel erg onderdrukt. En, ja, dat ken het wel. Een beetje een moeilijke jeugd gehad. En dan de onderdrukte vrouw, ja, die wil echt niet afwassen of zo, hè. Of stofzuigen, of ramen lappen of zo, dat soort dingen. Dat, dat deed ik allemaal. Dat zal wel, ja, Ik moest wel. Ik wilde mijn dochter niet laten opgroeien in een varkensstal. Dus tien jaar lang, uh, elke dag de afwas gedaan, zes dagen in de week de ontbijt gemaakt, vier dagen in de week warm eten op tafel gezet. En ik ga ze maar even door. Weet je. Ja, ook natuurlijk alle klusjes nog een keer: met lampen vervangen, gaten boren. Alles wat maar te maken had met elektra of een waterpas, dat lag ook op mijn dingetje. Kinderen van school halen, kinderen naar school brengen. Ja, kinderen runnen, zo'n buurmeisjes moesten ook weggebracht worden. Kom maar mee met oom Perry hoor. Ja, je kan het toch man, boodschappen doen, zeg het maar. Ik heb keer er geen zak voor betaald, maar ik heb het werk wel gedaan, hoe ze dat nou? Naar mijn flat, maar daar mogen ze ook komen me kijken. De ramen zijn hier gelapt. Stof gezogen. allemaal Frips hier hoor. Kijk maar onder mijn bed, daar ligt geen stof. De planten zijn netjes verzorgd. En in de keuken, ja, daar staat nu een beetje afwas. Ja, ha. Dat ha, is ha, ha. maar een beetje. Dan ben je zo weg. En een paar bordjes, een paar bekers. Ja, ik woon hier in mijn eentje, dus ik, ik doe niet elke dag de afwas. Dat is helemaal nergens voor nodig. Ik denk ook wel dat ze me willen, want er schijnt een enorm tekort te zijn in de thuiszorg. En mensen halen daar een neus voor op, Zo. ja, ik niet. Ik doe het niet als een levensvervullend werk. Ik doe het, punt één, voor de ervaring. Dat, dat lijkt me echt heel erg leuk. Om dat mee te maken. Nou, punt twee, je krijgt er een centje voor. En punt drie, uh, ik, nou, ik zit niet meer de hele dag thuis. Het is nu toch wel leuk dat ik thuis zit, want dan kan ik een beetje opruimen. En ik ben nu bezig met de voormalige kamer van mijn dochter. Moet ik een soort logeerkamer van maken of zo? Nou, allemaal spullen moeten er nog uit. Uh, vandaag ook weer bezig geweest. Uh, er hadden allemaal gaten in de muren. En er moet ook wat mee gebeuren. Zo. Er moeten wel lampen opgehangen worden en al die meuk. Maar daar ben ik zo dadelijk mee klaar. En dan? Ja, dan zit ik hier een beetje uit mijn neus te vreten. Ja, van de weersomst uit ga ik dan misschien weer naar de supermarkt en dan koop ik weer van die gulpende gladiator. Dan zit ik weer met 10% alcohol. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil wel te doen hebben. En ik hoef niet de hele dag door te programmeren, want dat, is, dat, is de, dat, dat werkt ook helemaal niet. Programmeren op het niveau waarop ik dat doe, dat moet je echt heel diep nadenken. En dat doe ik best goed als ik bezig ben met mijn handen. Dan laat ik alles wat ik bezonnen heb, verzonnen heb door mijn geesten zo malen, zo, terwijl ik de afwas aan het doen ben of zo. Of als ik op de fiets zit, op weg naar mevrouw Van der Heuvel, die, met een gebroken heup of zo. En dan die aantal uren, als ik dan 32 uur in de week zou werken, nou liefst dan 28 of zo. Ja. Dan heb ik toch genoeg tijd over om uh, te programmeren. Voor de rest heb ik toch niks te doen. Ja, een beetje schaken via internet. Ja. Iedere dag een papotje schaken. Een paar uren in de week lekker werken en, en de rest van de tijd lekker programmeren voor vrienden en kennissen. Wat grappig één klant, Joost. En die, die, die ken ik ook al jaren en jaren. Die ken leren kennen in 6 87 of zo. En die vertelde ik dat ik zou stoppen met. dat ik gestopt ben met het bedrijf. En ik zei ja, en dan heb ik een plekje voor je. dan ga ik je daar aan toe verhuizen. Dus dat werkt allemaal precies hetzelfde. Want diegene die daar zit, die weet ook van het product. En dan kan je alles prima doorzetten. En dat hij zei: oh, 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 oh. Ik kreeg van hem een mail. Ja, ik was toch wel erg verrast dat je ermee ging stoppen. En ik ben er een beetje bedeesd van. En, uh, ja, ik vroeg me af: uh, uh, kunnen we niet toch uh, een, een dealtje maken dat je toch nog doorgaat voor mij? <laughs> Toen had ik al geërgerd. Ik dacht, Nou ja, oké okay, dan maar. Ik heb nou een server bij mij thuis draaien. Dus, uh... Dat kan, hè? Je kan, ik zit bij, ja, dat, kan, dat kan iedereen hoor. Iedereen kan thuis een server draaien. Zo. Ja, daar kan hij natuurlijk ook op. Wat is dat nou? Want ik draaide iets voor Wim Kruidentuin. Dat doe ik nu ook. Dat doe ik vanuit mijn huis. Dat is niet extern of zo. Gewoon een oude laptop voor mij. En die doet het prima hoor. Ja, daar kan Joost natuurlijk ook bij. Dat is ook weer zo. Nog één klant behouden. Ik heb het tegen Joost gezegd: dan ben je mijn enige zakelijke klant. En hij is al lang blij. Nou als ik maar bij jou blijf. <laughs> nou, vond ik vond het wel heel lief van Joost dat hij dat zo uh, opvatte. Ik toch wel een blijk van waardering, weet je niet. Ja. En de rest zit lekker uh, bij mijn ex-collega. En met mijn klanten erbij, dan heeft hij nou, nog wat meer kans om het nog wat langer vol te houden. Maar hij krijgt ook dat concurrentieprobleem. Ja, zijn nieuwe, nieuwe business wordt voor hem moeilijk, hoor. En er vallen bedrijven weg, dat is zonder meer zo. Bedrijven sluiten of ze veranderen van eigenaar en... Ja, als er een nieuwe eigenaar in komt. Kijk, wat wij doen. Dat is een zuiver boekhouding. Dat is helemaal niks bijzonders. Ja, het is bijzonder mooi gemaakt. Dat wel. Maar dat zegt zo'n nieuwe eigenaar helemaal niks. Die gaat even shoppen. en die vindt dat bij Exact. Uh, kan je de eerste drie jaar gratis of zo. En huppakee, dan gaat het hele boel gaat om. Zo raak je, je klanten kwijt. Gestaag. Ieder jaar raak je er eentje kwijt. Of zo. En de prijzen die zakken in de markt. Want het stroomt helemaal dicht. Er is heel veel concurrentie. Iedereen zit de prijsstunten. Nee, daar ben ik lekker van verlost. Mooi zo. Ik ga lekker de afwas doen bij mevrouw De Bruin. Mijn tante Til zei nog: van ja, het beste kan je dat soort dingen doen bij mannen thuis. Want vrouwen zijn toch echt wel zeurneuzen. Zij mijn tante Til, hè? Want die heeft dat werk ook gedaan. Ja, die is nu 71. Dus, nou, niet meer, maar uh, toen deed ze dat. Nou. En het liefste werkte zij voor mannen. Rijkelijk dus tegen tante Til: van, Nou ja, ik zal wel zien. Ja, vrouwen zijn meer uh, ja, zeurderig. Het is zo, dat, dat ontken ik ook niet meer. Dat, uh... Mannen zijn veel makkelijker in de omgang. Dus, ja. Dat is mijn eindoordeel nadat ik uh, toch heel intensief met mannen en vrouwen ben omgegaan. En over de hele linie kan ik zeggen: uh, ja. je hebt ook een mannelijke surneuze, zonder meer. Maar als je het hebt over aantallen, percentages en zo, dan is het opmerkelijk dat het... Scheurneuzen uh, vind je meer onder de vrouwen dan onder de mannen. Maar ik kon er toch wel uit hoor. Als ik die baan krijg natuurlijk, anders heb ik dat probleem helemaal niet. Ja, ik weet niet waar ze me dan voor moeten gaan inzetten. Ja, productiewerk of zo vind ik ook best. Stopcontacten assembleren of zoiets. Oliefilters in elkaar zetten in Westervoort. Daar zit er eentje. Vind ik ook goed. Outbound telemarketing. Ik vind dat ook best. Ga ik allemaal mensen lastigvallen en krantenabonnementen verkopen? Van nieuw energieabonnement. Ja, ik zijn uh, van energie.nl. En we hebben een aanbieding. En u hoeft niets te doen. Wij regelen alles. We zijn een non-product verkopen. <laughs> Wil dezelfde stroom? Komt uit de stopcontacten. Je hebt alleen een ander contract. Meer niets. En die klanten ja, die je dan overhaalt, ja, die worden genaaid op een andere manier natuurlijk. Ja, voor, voor niks gaat de zon op natuurlijk. Hè. Maar die willen het best wel doen hoor. Waarom niet? Liever ga ik de huishoudelijke zorg in. Lekker in de thuiszorg. Nou, en drie sollicitaties, uh, ja, die zijn onderweg. Nou, die zijn al gearriveerd. Hè, ja. Het is nou hemelvaartdag, dus momenteel worden ze niet ingekeken. Maar morgen wel en ja, maandag ga ik bellen dat denk ik toch wel even kijken of alles goed aangekomen is en laten blijken dat ik echt zit te springen om aan de slag te gaan ik moet dan wel een fiets aanschaffen dat vind ik dan wel weer een beetje jammer maar maar ik heb hier zo'n tweedehandse uh, fietsenbaas. Uh, die verkoopt ook nieuwe fietsen, maar ook tweedehandsjes. Uh, Hele aardige vent. Die ken ik uit de kroeg. Die zal het leuk vinden dat ik bij hem langskom. en zeg hey Kees, ik heb een fiets nodig, man. Maar hij weet precies wat voor fiets ik nodig heb: hoor. Dus een, uh, een herenfiets. Met een, uh, een AXA-slot. En van die banden die niet lek gaan. Een fietspomp heb ik nog, dus uh, is geen probleem. En misschien dan als ik veel boodschappen moet doen, dat ik dan fietstassen moet hebben. Maar die verkoopt Kees ook wel. Die ga ik niet gelijk kopen. Ik ga eerst er gewoon eens even kijken hoe het gaat zonder fietstassen. Maar als fietstassen handig zijn, dan. Uh, nou. Uh. ga ik wel even terug naar Kees. Dan heb je vast wel een goede deal van mij. Wat met fijne fietstassen. En wat kost de fiets? Om op. Uh. Heerlijk, een mooie nieuwe carrière gaan beginnen. Lekker elke dag om acht uur naar buiten. En mijn tante Irene, die zei van, Nou, ze laten je vast niet acht uur per dag dat soort werk doen hoor. Wat ik ook. Nou, oké. Okay. vind ik ook best. Vier uur per dag, zes uur per dag. Ik vind het uitstekend. Dat zou ook wel handig zijn, zes uur per dag en dan nou, vijf dagen in de week en je dertig uur in de week. Dan zou ik vijf uur per dag misschien willen. Dan kan ik elke avond redelijk relax programmeren. Dat is toch tof man? Nou, ik hou jullie op de hoogte. Ik heb op het programmeergebied ook wat pijlen op mijn boog klaarstaan. Wordt erg interessant. Erg goed voor de non-profit sector. Doe ik toch nog wat nuttig met mijn uh, leven? Ga ik nog aan mijn flerk? Of nee, ga ik nog aan mijn werk als flerk. Zolang het nog kan. <laughs> En dan ga ik nog een beetje sparen. En, uh, oh ja. Op vakantie wil ik toch niet. Alles wat ik heb, dat heb ik al. En... Ja, wat heb ik nou nog nodig? Ja, vervangings voor dingen als mijn Mac kapot gaat. Ja, dan moet ik een nieuwe Mac hebben. Maar... Een Mac is ook helemaal niet zo duur zoals vroeger, hoor ik. Hey, jullie hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, ja, in deze spannende tijden van mij... met die hele nieuwe carrière-mogelijkheden... En dat ik zo dadelijk eens, uh, weer een eigenaar word voor een fiets. Jeetje man, <laughs> zeg ik in volle tevredenheid. Tschüss. En dag liefheids.